Dames en heren, ex-ALM, cockpit, cabine en grondpersoneel, vandaag zijn we op bezoek bij een zeer gewaardeerde ex-ALM gezagvoerder en vlieginstructeur die velen van u nog zeker kan herinneren. En dan hebben we het hier over Captain Jan Vinges. Natuurlijk een paar jaartjes ouder, maar well alive and kicking. Oké, Captain Vinges, hartstikke bedankt om wat te vertellen over de ALM. Er zullen veel ex-medewerkers van de ALM erg blij mee zijn u weer terug te mogen zien straks op YouTube. Hoe lang is het eigenlijk geleden dat u bent gestopt bij de ALM? Nou, ik ben in 1986 gestopt. En toen ben ik dus naar Holland gegaan. En hoe bent u in deze luchtvaartwereld terechtgekomen? U heeft er net al iets over verteld, maar besloot om vlieger te worden. Waarom ik vlieger ben geworden, dat is omdat een vriend van tegen mij gezegd had, ik ga proberen vlieger te worden. Toen dacht ik, ach, een leuk idee, dat ga ik ook maar even doen. En zo ben ik in de luchtmacht terechtgekomen en daar heb ik het gelukkig ook allemaal gehaald. En dan krijg je zo'n mooie vink op je borst en dan ben je dus vlieger. Dat word je dus eigenlijk opgeleid om jachtvlieger te worden. En dat was op de Gloster Meteor. En dat heb ik een paar jaar mogen doen. En toen heb ik een ander besluit genomen. En konden we ook vanuit de militaire dienst naar de KLM toe. En zo is het verder gegaan. Ik heb in Nieuw-Guinea, wat ik eigenlijk een van de mooiste tijden heb gevonden die ik dus meegemaakt heb. Dat was echt vliegen, was dat. Want nu is het knopjes druk, gooi dat er maar uit verder. Maar dat was, vroeger was het echt vliegen. En dan had je daar de watervliegtuigen, dat moest ik daar leren, want dat had ik nog nooit gedaan. En je had de short take-off en landing vliegtuigen, dat was op korte baantjes. En de DC-3, want omdat ik op de DC-3 instructie gaf in de KLM, hebben ze mij gevraagd om naar Nieuw-Guinea te gaan. Maar uw grootste deel van uw carrière, dat heeft u volgemaakt op Curaçao. U heeft 20 jaar gevlogen, hè, voor de ALM op de DC-9. Dat is bijna 20 jaar. U heeft een hele lange tijd gewoond. Kunt u vertellen, want wat voor bestemmingen deed u eraan? Vloog u van Curaçao naar Amerika? Nou, in het begin vlogen we natuurlijk alleen maar, toen hadden we kleine kisten, toen wij nog de DC-9 niet hadden, vlogen we alleen maar in de buurt. En toen wij dus de DC-9 kregen, ja, toen werd het dus ook Amerika dan, en Colombia en Venezuela en naar het noorden natuurlijk ook Sint Maarten. Maar we hebben natuurlijk met die DC-9 niet oceaanvluchten gemaakt, dat hebben we niet gedaan. Nee, maar die kwam natuurlijk wel op eilanden terecht, zoals Venezuela Colombia en dat soort dingen, waar toch de communicatie wel heel slecht was. Dat was goed, want die Engelse taal is daar toch ook goed ingevoerd geweest, ook in onze tijd al. Ja. Zodat je dus met de grond altijd in het Engels kon spreken. En dat was wel heel goed. Okay. Dus dat was overal zo. Nou, hebben we al eerder wat foto's van u gezien. U was nog een stuk jonger, u had wat langer haar, geloof ik. Hè? En u zat er als captain, dat het op de DC-9 was. Nog langer dan dit, ja. En hoe heeft u uw tijd ervaren in Willem? Want u heeft in Willemstad gewoond. Hoe heeft u tijd in 20 jaar daar ervaren? Ik heb heerlijk gewoond op Curaçao. Want toen wij kwamen was het een fantastisch eiland. Wij hadden, je auto kon je buiten laten staan zonder hem af te sluiten. En je hoefde ook geen moeilijkheden te doen met je deur of zo. Er waren geen criminelen. Het was een fantastisch eiland met een hele fijne mensen er allemaal mee. En we hebben daarvan genoten. Op welk vliegtuigtypes heeft u gevlogen binnen de ALM? U bent begonnen op de... Ja, ik ben begonnen op de Convair, dacht ik. Maar ik heb ook nog op die Fokker heb ik ook nog gevlogen. En toen kwam die DC-9 wel langzaamaan. Oh ja, ik heb ook nog de Beechcraft, maar ja, dat deed iedereen maar zo'n beetje. En toen kwam dus de DC-9 eraan en toen was ik degene die samen met Timo Ferro de instructie ging geven. Opmerkingen van ex-ALM-collega vliegers aan het adres van Captain Jan Vinges. Gerrit van Heiningen die zegt, een geduldige instructeur, streng genoeg om de nodige discipline te waarborgen, wist goed vaardigheden om met een bepaald type vliegtuig om te gaan en over te brengen naar zijn leerlingen.
was ook gezellig om na het werk een pilsje met hem te delen. Ja, Jan is een heel bijzondere persoon. Zo. Tom Poncia zegt... Captain Vinkers was een geweldige vlieger met een zacht en rustige hand. Echter wel de puntjes op de i eisende. Een zeer prettig collega om samen mee te vliegen en als hoofd vliegdienst te hebben gehad. Hij was degene die mij lessen op jouw beechcraft heeft gegeven, trainingen op de DC-9-30 en uiteindelijk mijn check om gezagvoerder te worden. Naast mij heeft hij dat voor velen gedaan en het was een plezier instructie van hem te ontvangen en veel van hem te hebben geleerd. Zo, nou, dat vind ik leuk allemaal hoor. Ik wist niet. Van Roy Bergen. Doordat Roy Bergen reeds vaak contact heeft met Captain Vinkers, was hij vrij kort. Een van de beste instructeurs die ik ooit gehad heb. Aldus Captain Roy Bergen. Leuk hoor. André Pretjentiel zegt... Captain Vinkers was een zeer rustig en cool gezagvoerder. Vloog beter dan de autopilot en met twee vingers. Zeker niet zo streng als de andere bekende instructeur. Captain Vinkers hield vooral van zijn vrije tijd om te windsurfen. All by all, a very nice, easygoing and quiet person. Ken Coates zegt in het Engels... Oh yes, I remember Captain Vinkers very well. Jan was always cordial and helpful. On one of my scheduled sim session evenings, I had to drive in a snowstorm from New York City to Pittsburgh. Flying back to Pitts with an airline was impossible due to bad weather. So the family lent me a car and I drove for 8 hours in blinding snow and fog to Pitts. I arrived at the sim building directly within 15 minutes of my sim appointment, beaten but ready to get started. There, to my surprise, was Captain Vinkers with the other two members of my class. He has swapped the sessions with Jan Mannens to accommodate the possibility me not being able to make it back. He did so in a practical, friendly manner to help his other colleagues, and it was just another time when the warm camaraderie of the ALM group was clearly evident. I send Captain Vinkers my warmest regards and I'm very happy to hear he celebrates 85 years of age. May he enjoy many, many more. Terry Russell zegt, Captain Vinkers, een zeer aangenaam persoon om ooit mee te hebben gewerkt. Tijdens mijn co-pilootjaren op de DC-9 en de MD-80 heb ik vaak met hem gevlogen. Altijd zeer rustig, nooit een slechte bui en altijd, zoals Amerikanen dat noemen, soft spoken. Ik heb hem nooit hard horen praten, laat staan schreeuwen. Zeer aangenaam in zijn manier van uitdrukken en met zeer goede eigenschap en manier om jonge piloten iets te tonen of uit te leggen. Een excellent flying hand. Samen met Billy Hoffman was Captain Vinkers een van de vlieginstructeurs die ik en anderen heel veel van geleerd hebben. Elton Brown die zegt... Captain Vinkers heb ik van dichtbij leren kennen omdat hij mij touch-and-go's oefeningen gaf op de Twin Otter in juli 1982. Wat ik van Jan kan zeggen is dat hij zeer serieus is en precies. Als dingen niet gaan zoals het moet, wordt hij boos. Maar wanneer dingen wel goed gaan, dan heeft hij een zeer brede glimlach op zijn gezicht. Over het algemeen glimlachte hij meer dan boos worden. Zo heb ik Captain Vinkers gekend. Was een waar genoegen om hem te hebben leren kennen. En tot slot een leuke anekdote van Captain Vinkers. Op een MD line check naar Baltimore tijdens een nadering in een sneeuwstorm met slecht zicht.
Potverdorie, ik kom bij de ALM vliegen om lekker te genieten van het mooie weer op de eilanden. Moet ik deze ellende ook nog meemaken? Crewbriefing. Dit was Gerrit van Heiningen, die samen met al de overigen u de meest vriendelijke groeten en abrazos toesturen. Nou, ik ben helemaal kapot ervan. Heerlijk, hè? Ja.